We staan hier op de nieuwe A4. Het stukje snelweg waar ook het langst over gesproken is in de afgelopen jaren. Heijmans doet in combinatie met Volker Wessels en Boskalis eigenlijk de totale aanleg. Leggen we de weg aan, de kunstwerken, maar ook de technische installaties. Als je kijkt naar de systemen die je in de verkeersbuis zelf aantreft, dan moet je denken aan ventilatie, verlichting, camerasystemen, communicatiesystemen, blussystemen, maar ook vluchtwegsystemen, verlichting rond deuren, het C2000 communicatiesysteem, omroepinstallatie. Dat was een ding-dong van de geluidsinstallatie. We zijn nog wel wat dingen aan het uittesten. Zoals je kunt horen, komt er aardig wat geluid uit de installatie. Ieder systeem is standalone en wordt in die besturingslaag gekoppeld. Dat houdt dus in dat het besturingsnetwerk, daar zit eigenlijk alle intelligentie in en alle verbindende lijntjes. Dat maakt het complex, omdat er zoveel situaties te bedenken zijn. Ja, dat je eigenlijk continu aan het bedenken bent, wat moet ik dan doen of wat moet het systeem dan doen. Waar ik heel blij van word, is de uitstraling die we in de tunnel met de installaties laten zien. De strakheid van montage, de netheid. Het is zo dat wij wel vanaf begin af aan hier gekozen hebben voor kwaliteit. Net zoals al mijn vorige projecten, is dat je met trots terugkijkt op een stukje werk waar toch heel Nederland vaak gebruik van maakt. Je kan toch altijd thuis ook weer zeggen van die tunnel heeft papa gebouwd.